deze vrienden, die hebben hun leven gegeven voor onze vrijheid. En het is zo. Zij hebben de vrede gezaaid en wij hebben de vrede kunnen oogsten. En dat blijft me steeds meer bij. Zolang we leven, moeten we deze mensen, de mannen en vrouwen van het verzet en ook onze bevrijders, jongens die van zo ver kwamen, een vreemd land overwinnen van de Duitsers. Dat was iets fenomenaals. Daar zijn vele, vele doden ook bij gevallen. Dan is het tijd dat we deze nog eens in gedachten nemen. De Stichting 4 Mei heeft vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Bij een aantal monumenten in de stad zijn kransen en bloemen gelegd. De herdenking begon vanochtend met een kranslegging op de Joodse begraafplaats en eindigde een paar uur later op de Grote Markt, bij de plaketten aan het stadhuis. Ik vind zelf dat het gewoon belangrijk is om hiermee door te gaan, omdat we dan een signaal kunnen afgeven van dit mag gewoon niet meer gebeuren. Het gebeurt nog steeds overal ter wereld, wat ik vreselijk vind. Toch vind ik het erg belangrijk om ook de jeugd, en vanavond met de stille omgang zien we toch altijd veel jeugd, om die eigenlijk met de neus op de feiten te drukken en te willen zeggen van dit mag niet meer gebeuren. Dat is de reden. En de eerbetoon aan de mensen die eigenlijk voor onze vrijheid omgekomen zijn. Klaas Sortinga heeft de oorlog zelf meegemaakt. Hij diende 4 jaar lang in Indië en heeft veel jonge mannen zien sneuvelen. Als dienstplichtig militair, de allereerste lichting, 1925. Deze jongens zijn ook ongetraind naar de oost gezonden om te vechten tegen de Jap en tegen de Pemoeders. De mensen uit de kampen te halen. Het was iets verschrikkelijks. Ik heb zelf dus als chauffeur mogen meemaken om deze mensen in mijn wagen te hebben. Als je eraan denkt, komen er tranen in je ogen. Er zijn een kleine 7000 jongens achtergebleven. Liggen daar op 7 verschillende erevelden in de oost op Java. Sommigen zijn 2 tot 3 maal begraven en herbegraven. Dat deed pijn. Je mag ze niet vergeten, die jongens. Die hebben hun leven gegeven daar. Hè? Voor de Nederlanden, voor de bewoners daar allemaal en zo. Voor democratie. En helaas liggen er te veel jongens daar. Denkt u nog vaak terug aan die tijd? Ik wel, ja. Want ik ben veel onder de jongens. Met oud-collega's uit Nieuw-Guinea en mijn Indië-gangers zijn we veel onder elkaar. En we steunen elkaar in al die dingen. Het is je verleden, dus daar blijf je mee zitten. Maar het is fijn om dit te mogen zeggen, dit te kunnen vertellen. Dat ook deze jongens herdacht worden op deze dag.